Here. Schieving. Lopen. Ook weer in thuisrijden. Afstaan. 94 meter op 1 minuut. Ja, 94 meter. Ja, dat was eigenlijk best wel een hele grote afstand. Dat is een klein strekkertje. Maar oké, maakt niet uit. Die heeft wat in moeten leveren. Ja? Die heeft 86,95. En hier Sietke 96,11. Wie is dat? Is Maria de Kort? 93,24. Opgeven is geen optie. Nou, wat had je verdiend? Ik weet toch wel weer een stukje dikker en zwaarder. De 9 ton. Wat staan we op de baan, maar net de 7 ton gereden. Over de weegbrug. Ik heb haar locatie, dus ik kan even kijken. En we hebben hier Gijsbrek. Met een mooi gerestaureerde Duits. We gaan eens even kijken. Ah, dat was de man van de full goal. Nou ja, als hij dat weer mee bedoelt, dan denk ik dat hij weinig te doen heeft. Oh, hij heeft een kort onder in de kroppen. Dat wordt 4 meter heel even. 6, 7. Ja, dat wordt nog spannend met dat inleveren. Erwin Verhoef had 90 meter en dat was zeker beneden zijn kunnen. En Erwin Kennende, die zal er alles aan gaan doen. Maar, ik vrees het ergste. 92,06. Aardigheid. Groningen. Tim van Antwijk. meter, ja, dat is eigenlijk ook een even de maat met zo'n dikke vent. Maar daar zal hij nu anders over denken. Nou, ja, je kan zeggen, we zijn verbeterd. Maar dat is ook maar 70 centimeter. 90,01. Kijk, we hadden net een trekker die noemde zich pruttel. Maar dit pruttelt ook aardig. Wij gaan niet meer. Hele trek nog een koud kabeltje. Ja, daar wil Jansen. Henk, die denkt ik heb dubbele voor. Maar wat ik ook zie, hij heeft tussen die dubbele wielen een hele rij dikke stalen platen zitten. Hij is bang dat hij hier van voor in de lucht gaat. Hij denkt, dan zet ik er aan de buitenkant weer een mooi wieltje tegenaan. Pak wat draad aan en je schroef je handen aan elkaar. En je hebt al niks, want je hebt geen voorwielaandrijving. Dus. Maar het staat wel lekker dik. Dat dan weer wel. En ik moet wel lachen, want
Hij heeft toch het originele dubbele. Alleen die zijwielen, die trekken nog vaak een meter mee, maar het hoogteverschil is nog wel aanzienlijk. Dus als ik zo hier naar de insporing kijk, dan zie ik wel de insporing van de hoofdwielen, laten we het zo maar zeggen, de banden moet ik zeggen. Die dubbele is nog niet zo groot succes. En zal hij nog een keer even voor hem moeten doen? Of wat voor een ziel van de middelste handen afsluiten? Hier begint er wat te gebeuren. Maar we zitten al bij de 92 meter. Maar de 94, 44. Ja, Henk nog een vraag. Dan zijn we op het oorspronkelijke getal. Nee. 27 en 44. Ja, 94, 70. Ah, hij is zelf een 7-11. Dat is Janu Heidra. Ja, zoals ik al eerder gezegd, winnaar van de laatste editie. Heidra Vleesvee. Hij kiest bewust helemaal voor het buitenste kantje. En dan wil hij nu ook. Dat heeft dat voorzien. Dat is een poging. Zeker, dat kan wel eens leuk zijn. 91-05. Nee, jammer hè. Maar hij had de eerste ronde 91-07. Dus hij is 2 centimeter ingeleverd. Heel iets aan de gezond. Uit, hè, ja, kennelijk toch het eindpunt van de passieknallen eruit weten te halen. En er wordt zometeen die 91-05 en die 91-07 opgeteld. En dat geeft dan de uitslag. Ik sta zeker niet tevreden mee. En we gaan eens kijken. 91-62. Aan de zijkant van die wang, want die plooit niet zoveel. Dus dan boek je weinig winst. En dat is hier ook zo. Een trekinstallatie aan de achterkant. Volgens de voorschriften. Want dat trekpunt dat moet natuurlijk op een bepaalde afstand zitten. Die is voor iedereen hetzelfde. Want anders zou je natuurlijk een vertekening. De rem voor rechts zit ook aan de rechtse kant. Kijk, die trekkers hebben natuurlijk een gescheiden remsysteem. Dat zijn twee pedalen. Die kun je normaal gesproken met een clipje vastzetten. Dan remmen allebei de wielen gelijk. Maar met trekken. Dat er een last van stuitverschijnselen krijgt. We gaan eens kijken. Hij laat hem lekker rechtdoor zo'n hoek in trillen. En nou gaat het erom. 96-80. Nee, dat gaat hem niet worden. 92-48. Precies een tijd binnen. Een Oh, dan moeten we even aan de kant, anders worden we gedoucht. Sinds gisteren doet hij het weer, hè? Ga nog helemaal uit elkaar. Die trekken. Dat is een brandje en gesmeten. Jij moet straks. Nee, maar die kringen ook wel in de war. Is die van de heer? Nee, maar die kringen. Ik kom zo meteen nog even terug. Ze zijn nog druk aan het tellen. Ja, deze was afgevallen.
Dat zijn eigenlijk goede metaal vloggen, maar dat zijn niet. Ik draai met stuurtie. Gaat wel even. Viva. Oh, oh, oh. Kijk, als die geeft over banden die we hebben laten aflopen, dan is dat... Dat hebben ze daar goed in de oren geknoopt. Dus die heeft echt het maximale eruit gehaald. Had je gaan maaien, dat is zo. En dan wordt de drummer wat geweldig. Dat trek je ook niet. Trek je wel, joh. Mooi, zijn ouwe. Ik wil aan de stage gewoon, alhoewel het nou op dit moment niet zo straf is, als je erop een beetje naast me terug wordt. Koelt wel even lekker. Nou, we verwachten van hem een aanzienlijke trajectverbetering. Want 88, 99 voor zo'n dikke machine, dat kan niet. Kijk, dat bedoel ik. Dat heeft hij in zijn oren geknoopt. Maar op een of andere vreemde manier. Dan sta je te kijken, maar dan werkt die voorwielaandrijving, die werkt ook niet mee. Want die nam ineens een huppel. Dat klopt niet. 91-51. Moet beter kunnen. Daar zijn we in ieder geval overeen. Tuurlijk. 87-57. Bel uit, ja, je moeder is. Ze moeten niet verwachten. Ze verwacht helemaal niks. Zeker niet samen. 27. Ja, kom uit. Kom ook nog steeds bij haar natuurlijk. 81 meter nog wat in de eerste omloop. En als die komt, moet u eens even kijken. Die spaart groene trekkers. Die heeft er een schuur vol gestaan. De ene nog mooier dan de andere. Kijk, we zijn verstand. We doen niet aan de proeftrek. Dus het gaat gelijk om een essie. Hier is hij niet mee tevreden, dat kan ik u vertellen.
Hey, zocht er geen karakter aan? Hij moet over die 91,45 heen. Dat is gewoon gelijk met z'n tweeën. Ja, heel goed. Denk hem. 92. Mag ik het straks mee nemen? Mooi. Heno, tip de bol gehad hier, man. Dan nu we er toch ben, dan gaan we de prijsuitreiking af en toe doen gelijk maar achter de klassen, zodat iedereen weg kan. En dan, want niet in de feesttent vanavond, want dan wordt het vanavond gedaan om er net ook hier uit. Juist. Dus we gaan dat proberen zoveel mogelijk te coördineren. En heb jij persoonlijk de kismis uitgezocht? Wie drinkt? En is dat, was dat dan iemand met kijk op de realiteit of moeten we daar de volgende keer zelf een hand in nemen? Zie je nog wat er de volgende komt. Nee. Nou. Ja. Ja. Nou. Hier gaat er een uit. Ja, die dacht natuurlijk, joh, de ongekende krachten van zo'n ritter. Ik ken hem al in het gangetje hoger. Maar hij was vergeten dat er wel achterin. Even kijken. De Duts.
Bart van der Ham. 84-31. Dus dat moet beter kunnen. Ik zeg dat hij een beetje aan deze kant moet blijven. Heel op de kop weer, voor de volgende. Dat maken we hem ook niet. Het is natuurlijk heel georganiseerd. Ja. Heel geregeld. Nou, tegenover kunnen ze nog tegen. Ja, dat is echt. Kijk, we houden het even mis. Kijk, als ik zo naar de achterkant kijk, in de gewichten, dan vrees ik dat zo meteen de wielen wel enigszins in de lucht zullen komen. En er zit ook een versnelling hier wat te hoog. Ja, dat... Nou, dan moet je ook letten. Dan moet achteruit gevonden worden. Eerst gas maar een beetje dicht. Kijk, het lijkt wel of er sneeuw is. Ja, ja. Het is moeilijk. Ja. Echt goed zien, Luc. Ja. 29-11. Zo. Vroeger 47-11, dat was parfum. 29-11. Dank je wel. Jij? Nee, parfum. 47-11. Ik wel denken, die neemt een vertrekker mee, maar... Je wil wel op de goede manier in de auto blijven roeren. Nee, ja, dan even binnen. Dat is een BM Volvo hier. Zweeds geweld uit vroegere tijden. Bolinder Luktel. Bekend van de houtzagerijen en de aandrijflijnen. En toen dachten ze bijvoorbeeld van, ah, ik heb een ook wel een motor gaan gebruiken. Ja, dat klopt. Hier zit of hier staan? Even kijken of er spectaculaire dingen aan de andere kant van de grond zijn. Ah, ik heb een zachte vriend. Ja, ja. Ja, heel anders zat hier, hè? Ja, die heeft gemeten. Het is 5 jaar geleden. Ja, nou, vast niet begonnen geweest. Ja. Maar we hebben de 7 ton afgewikkeld. En zometeen gaan we nog even kijken hoe het staat in het eindklassement. Kijk, daar zien we het al. Voor mij, dat was het al lang hoor. Deze eigen klasse van de van de Dorp. En het volgende verleidje, die staat op nummer 3. En Gerard Knap, die staat er net buiten. Dus we hebben 1, 2 en 3 in de 7 ton bekend. Wat? Ja, maar foto's in de maat. Suzuki Salto!
Zo gaat dat niet, want dan moeten wij weer. Dat is niet de bedoeling. Ook bij het salto is het vaart is alles. Laat je trekken voelen. Hij is veel te voorzichtig. Ja, nee, dus. Hij gaat veel te weinig. Ja. Welke kant houden jullie op, jongens? Oh, wacht. Nou, we gaan eventjes wat. Een beetje naar te zien. Dat is logisch. De hele handel leggen op zijn kop. Ja. Hij gaat hem aanhouden, ja hoor. Nou, dus niet. Ja, hij doet het weer. Nee. Ze moeten wel even echt vaart hebben, hè? En als ik het vanmiddag wel even over mooie John S had, dan zou dit 300 na de afwerking. Ja, ja, je kan wisselen, hè? Oh, je zit nou in het scheurtje. Dat is niet fijn, hè? Zo. Hij trekt wat naar links. En hij heeft natuurlijk een hekel om rechts te remmen. Want in trekkenvoelen is het zo dat remmen, dat is geen groot succes. Ik moet even gewoon houden staan, dan ga je zo niet uit. Kijk, hier werken de wandjes keurig mee. Het dubbellucht, want we zien het ook minimaal hoog te besteden. Dus hij wil daar de maximale grip hebben, omdat hij wel weet dat die motortjes 1, 2, 3 zomaar niet uitwaaien. Ja, trekken. We gaan prijs uitreiken. Ik ga eens even vragen wat van die 7 ton weet ik het wel. En dan ga ik nog even kijken of de dames er al uit zijn. Hoe die de 2 ton, 2,5 moet zijn. 87,20 voor een nieuw van mij. Ik moet hier zometeen de winnaars van de 2,5 ton
en van de 7 ton even hier. Nou, dat waren de winnaars van de 2,5 ton. Dan gaan we naar de... ...9 ton, dan moet de eerste nog van gaan beginnen. Hier zijn we al bezig. 3,5 ton. Daar hebben we Steve van Oudijk. We dachten wel. Dat zijn de winnaars. Met, kijk eens even wat hier. Dat is gewoon een meter loopvlak. En de bak tevoren gedaan met nog een beetje gewicht erin. Zodat ook de volgende drijving natuurlijk maximaal meedoet. En dat is natuurlijk de kunst. En dat ze zo slingeren, dat heeft niet te maken dat hij het stuur bijster is. Maar daarmee werkt hij de voorloop weg. Zou je namelijk rechtuit rijden met die kleine wieltjes voor en die grote wielen achter, dan gaan die voorwielen die gaan slippen. Want die lopen een hogere omloopsnelheid dan de achterwielen. En het gevolg daarvan is dat je dus gaat graven en dan komt de achterwielen die krijgen losse grond. En om, als je nou een beetje gaat slingeren met die trekker, dan gaat hij omhoog, dan gaat hij weer omlaag. Die zoekt zijn eigen ideale stand om op optimaal te kunnen presteren. Nou, 88-74, ik sta er niet meer heen. Hey, 85-77. Ja. Hou even, hou. Ja, gaat goed? Ja. Nou, gaan we erop komen. Ja, hou maar. Nou. Dan mag je weer aankoppelen en dan is een goede vooruit, hè? Volgens mij had de koppeling een beetje. Want ze hebben er hier een dikke turbo op gezet. Maar met zo'n turbo moet je wel... Yo, goed zo. Toeren maken en flikken de koppeling, hè? Zo. Oh, dit kan ik. Ja, de verschillen is toch wat te hoog. Ze hebben natuurlijk een hele dikke turbo erop aan de buitenkant opgebouwd. Dat is leuk. Maar dan moet je natuurlijk bijna volgen. Maar het moet allemaal nog even wat op elkaar afgestemd worden. Gesynchroniseerd worden. Dat is een oude beste, hè? Dat is een oude. Kijk, hier gaat het allemaal in. Alleen het graafpad. 43,58. Ik wil door hebben. Is er niks aan de hand? Kijk, wat er weer eentje aan. Misschien zijn er onder u nog mensen die nog nooit naar trekkervolging geweest zijn. Ja, dat klopt. Ik kan me niet voorstellen, maar kind toch. Ja, dan probeer ik even snel uit te leggen hoe het een klein beetje werkt. We hebben een sleepwagen. Dat is dat hele ding. Vervolgens zit daar een sleepvoet aan. Dat is dat voorste stukje in combinatie met deze. Er staat een gewichtenbak en afhankelijk van het... De klasse, het gewicht van de trekker, loopt die bak tergend langzaam naar voren.
Dus dat gewicht begint steeds zwaarder te drukken op die voorste voet. Mocht dat nog niet genoeg zijn, omdat er een hele dikke trekker voor staat, of een hele sterke, dan persen ze hier strippen. U ziet daar van die hydraulische dingen staan. En die worden dan, zo zacht iets maar zeker, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tot 7, 8, 9, 10 centimeter de grond ingedrukt. Dat gebeurt nu nog niet, omdat het een lichte klasse is. Maar zometeen, dan zul je zien, dan komen hier van die mooie strepen. En ik kan u vertellen, dat is zwaar. Want dan wordt strippen, dat kunnen er wel 10 zijn. 5 aan deze kant of 5 aan de andere kant. Die worden de grond ingepest. En ja, dan moet je toch echt wel vermogen hebben om alsnog dat voor te trekken. Dus in theorie krijgen ze alles stil. Het maakt niet uit, want zelfs de grootste trekker die gaat met dit systeem zijn waterloop vinden. Het is altijd even de kunst om de juiste afstelling te vinden per klasse. Maar die mannen hebben een hoop ervaring, dus in dit geval met de standaardklasse zoals we die vandaag hier rijden. Werkt dat wel? 84-53. Er is zo'n ding gebouwd en is het uniek of zijn jullie van plan om die dingen meer te gaan bouwen? Uniek concept en ik moest er zo terecht van te kijken dat je zegt dat zo perfect werkt. Assen en zo, hebben jullie dat, is dat veranderd of niet? Nee, dat is helemaal origineel. Nou, ik vind het een prachtige combinatie. Het is een heleboel werk geweest, dat zie ik zo wel. Maar het resultaat dat is er ook geweldig. Succes, zien we elkaar nog. Nou, kijk eens af. Hebben we toch hier weer een primeur, want ik denk dat het de eerste keer die jullie in Nederland zijn, of niet? Oh, hier zijn we weer, in het zuiden allemaal natuurlijk. Ja, alles over de rivier hier, dat kijken wij. Maar eerst aan deze kant van de rivier. Kijk, daar houden we het op. Die anderen daar over de rivier, dat noemen wij overkanters. Daar is alles anders. En wat later aanhalen. Ik ga dus even bij Ries kijken. Hij is vandaag niet zo los met dat hij gebeld niet al. Hij heeft altijd haantje gedrukt met dat team belustering. Ik ga even kijken of hij nog een reis al heeft. Hij wel wat gestopt met je niet. En dat weet je ook nog wel. Reactiesnelheid. Promo-kaarten
van een trekker-trekmachines. En dan zie ik daar nog wat jongens zitten. Die ga ik eens eventjes uitdelen. Want dit zijn zo'n beetje collectors items. Trekker zitten. Je moet zo aardig, is er niks bij.
Aan deze kant, de BM Volvo.